Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Dat was even Toloi, dan een misverstand. En zo kan Danjuma naar de overkant. Danjuma, eerste kans voor Villarreal en daar is de goal al. 2,5 minuut zijn we bezig. Een balverlies bij Atalanta leidt een dodelijke counter in. Met één bal sturen ze Danjuma weg. Ja, in de vorm waarin hij zit, maakt hij die gewoon af. Gasperini, boos uiteraard. Dat ging veel te makkelijk. Het was Demiral die daar inschoof. Daar komt Ilicic, tweede zone. Rulli in niemands land. Tegelijkertijd krijgt Toloi de bal niet omlaag. Maar flinke kans voor Atalanta. Freuler. Er is ruimte. Freuler, goede trap. Goede redding van Geronimo Rulli. Danjuma, goed weggedraaid. Demiral ziet sterretjes. Danjuma. En dan wel recht op Musso. Danjuma. Met Demiral. Capu, Alberto Moreno, goed gevoetbald. Het is wat moeilijker wat Gerard Moreno gaat moeten doen, maar is wel eerder op de bal dan Joachim Mele. Hier is Danjuma al opnieuw. Die verstandhouding tussen die twee spitsen toch. Kijk eens, Capu, wat een kans en wat een goal. Villarreal, twee doelpogingen, twee doelkansen, twee goals. Eentje in het begin van de helft, eentje op het einde en 0-2. Zij doen wat Atalanta niet kan, dat is een aanval bij elkaar voetballen die je ergens toe leidt. Afhakende Gerard Moreno. Gerard Moreno. Hoek wordt wel scherp nu. Danjuma goed weggedraaid en 0-3. Het blijft maar duren. Villarreal komt een eerste keer na de rust en scoort. Het is hetzelfde verhaal als in de eerste helft. Er is dan ook wat geluk mee gemoeid. Hoe ze in balbezit blijven. Toloi, nog 20 minuten. Mele. Kreeg hem niet goed voor zijn rechter. Malinovski. En daar toch het doelpunt. Van Atalanta. Niet toevallig de zware en precieze linker van Ruslan Malinovski. 20 minuten voor het einde hebben we misschien weer een wedstrijd. En nu willen we kijken hoe beide teams reageren. Mele dacht na over een trap, maar besloot wijselijk om de bal terug te leggen. Hoe mooi is dit van Freuler. Muriel kan kantelen, dat duurt te lang. Milicic. Buitenspel van Zapata lijkt me, hij mag doorgaan voorlopig. En is dit dan de 2-3? Jawel. Er wordt gevierd. Maar komt er nog een vlag? Komt er nog een VAR-interventie of niet? Het stadion ontploft. Het wordt nog heel erg interessant. Het wordt nog heel erg spannend. En wat 70 minuten lang mislukt, lukt nu wel. Ja, Juan Foyt heft het buitenspel op. Toloi. Hatenboer, wanneer komt er eens een goede bal voor het doel van de Nederlander? Toloi, dat is wel een goede. Zapata! Maar recht op Rulli. Dit was de kans op 3-3. Ilicic mag door, Ilicic. En daar, nee, niet Mele. Muriel Amara, dat is ook een spits. De paal! De paal!
voorkomt de 3-3. Wat gebeurt hier allemaal? Twee reuze grote kansen. 1 minuut tijd voor Atalanta om er 3-3 van te maken. Een ongeloof op de tribunes. Wat een match wordt dit nog. Geen buitenspel bovendien van Toloi. En dan de doodsteek. Waarom niet? Dia. Dia, nee. Laat het beslissende doelpunt liggen in minuut 95. Deze highlights werden nu aangeboden door Lays. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.